Hallo lieve kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Weltschmerts Boeken. Uh, vandaag gaan we een gesprek hebben met niemand minder dan Maarten Oversier. Hoi Maarten. Hoi Peter. Je weet dat dit een rubriek is over boeken, schrijvers. Uh, maar we hebben het nu over je eerste boek. Ik weet dat je meer geschreven hebt. Het uh, boek Bestaansrecht. Uh, het boek is... Wordt deze week gedrukt, of komt van de drukker. Het is al te bestellen. Dus we hebben hier een primeur van een schrijver. met een boek wat uh, we nog niet in onze handen kunnen nemen. <laughs> maar wat wel te bestellen is. en wat op volgens mij 3 of 4 september wordt gepresenteerd. Ja, 3 september. Ja, um, ja Maarten, wij kennen elkaar al iets langer. Ik weet dat je een uiteenlopende achtergrond hebt. maar um, we mogen het vandaag hebben over hoe, hoe dit boek tot stand gekomen is. Vertel iets over jezelf. Wat, wat voor werk doe jij? Want het, dit boek is gerelateerd aan je, aan je werkzaamheden. Ja, wat ik doe heet uh, reïncarnatietherapie. Mm -hmm. Ik zeg het uh, met een ondertoontje, omdat uh, voor veel mensen dat woord impliceert dat je je dan met vorige levens bezighoudt. Mm -hmm. um, dat is ook wel zo, maar het is een veel breder ding. Het gaat over verwerkingstherapie, dus deze therapievorm is eigenlijk. Um, Bedoeld om verbinding te maken tussen mensen die klachten hebben, aandoeningen, ziekte, van alles. Um, met, de, met de ontstaansgeschiedenis van die, van die dingen. Hmm. Die gelegen is in onverwerkte ervaringen uit het verleden. En dan praat je over de dingen uit de jonge jaren van iemand, maar ook wel over uh, eerdere levens. En vooral ook um, waar ik me heel erg in verdiept heb, is uh, de, de, zeg maar de trauma's. Die uh, onze voorouders opgelopen hebben, waar wij nog steeds aan verbonden zijn. Mm -hmm. Dus in, in Vogelvlucht is dat uh, waar ik me mee bezig hou al ruim 25 jaar in mijn praktijk. Mm -hmm. En um, nou, ja, dat is uh, dat is dagelijks kost geworden. Ja, want dit is eigenlijk het boek is ook een weerslag van of ontstaan ook uit hoeveel duizenden uh, sessies heb jij gedaan? Ja, nou ja, dus dat, dat, er is een getal inderdaad uh, in omloop, dat staat ook in mijn boek, maar dat komt omdat ooit iemand mij interviewde nee, nee, nee. en toen vroeg hoeveel sessies heb je nou eigenlijk gedaan, dat wist ik eigenlijk niet, maar ik heb zo'n stapel praktijkagenda's door alle jaren heen ergens in de ja. kast liggen. Dus toen ben ik er dus doorheen gegaan en toen kwam ik uit uh, tot uh, op, op 15.000 sessies ongeveer. 15.000? Dat zijn er best wel veel. Dat zijn er echt. veel. er zelf ook van. Ja. En ja. uh, ik, ik weet dat je. Um, wat, wat mij, wat, heel, kennelijk doe je goed werk, want uh, het boek kent ook vele aanbevelingen. Maar wat ik, er zijn een paar interessante uh, figuren die, die uh, meegeschreven hebben althans een, een soort voorwoord geschreven hebben Onder meer uh, Marcel Messing, maar ook uh, Ewald Steuteler, uh, klassiek homeopaat. En diverse ja, faithkeepers of uh, eigenlijk wat we dan zouden kunnen noemen, Amerikaanse indianen. Wat is jouw link daarmee? Laten we eerst met die laatste groep beginnen. Met die... Ja, ik heb uh, van, uh, van aan mij eigenlijk al verwant gevoeld met, uh, met uh, indianen. Dan, uh, dan zit je in de, in de cowboy- en indiaantje speelsfeer, zal ik maar zeggen. Yeah. Maar dat dat meer inhoudt dan ik toen kon vermoeden, dat bleek gaandeweg mijn leven. Mm. Maar laat ik zeggen dat ik door allerlei omstandigheden in verbinding ben gekomen met, uh, met een aantal vertegenwoordigers van die, van die Indianenstammen, vooral uit Canada. Mm. En dat er een uitwisseling op gang is gekomen, dat ik daar sinds 2003 um, kom, in, in Canada dus met name, in het Six Nations Reservaat van de Irokezen Indianen. Mm. En dat daar een uitwisseling op gang is gekomen, dus ik heb uh, mensen uit die stammen uh, uitgenodigd om hier naar Nederland te komen. Uh, allerlei thema georganiseerd. Ik ben daar veel geweest. Ik, eigenlijk kom ik er jaarlijks, behalve uh, nu dan, door de omstandigheden. Yeah. En ja, dan, ik ben daar nu zo vaak geweest. Ik heb heel veel vrienden daar en ik heb onwijs veel geleerd. Ik werk er ook. Ik heb ook in, in uh, zogenaamde healing lodges gewerkt. Um, met mensen die daar allemaal eigenlijk nog steeds de, de, de pijn in zich dragen van, van de boarding schools, de residential schools die die opvoed zeg maar die uh, die daar jarenlang eeuwenlang moet ik zeggen uh, indiaanse kinderen hebben geteisterd onder um, het mom kill the indian save the man ja super diepe traumatisering waarvan ik nou ja ik maar in ieder geval ontdekt heb dat de huidige levenskwaliteit van heel veel van die natuurvolkeren eigenlijk nog steeds gebukt gaat onder wat zich in die tijd heeft afgespeeld hmm. Nou ja, daar ben ik mee aan de slag gegaan. En daardoor heb ik heel veel um, supermooie uitwisselingen gekregen. met fatekeepers, met visionairs. met, met Wisdomkeepers, zoals het daar heet. Dus heb ik het voorrecht. Het is een soort jongensdroom um, geweest, geworden, het is nog steeds. om ongelooflijk veel informatie te krijgen. van, van uh, nou ja, echt de oorspronkelijke um, Indianen. die er nog zijn, want die zijn lastig te vinden. Ja. Yeah. En. Ja, het fascinerende daarvan is eigenlijk in combinatie met die enorme uh, ervaringsperiode um, uh, van 25 jaar therapeutschap. En al die sessies. Dat je eigenlijk met wat die mensen vertellen over, over spiritualiteit, over oorzaak-gevolg, leven en dood, bla bla bla. Dat de, de overlap met mijn praktijkervaringen eigenlijk naadloos, uh, mm -hmm. dat, dat naadloos in elkaar overloopt. Dus daar komt er een soort eenheidswijsheid uit voort. En um, ja, ja, ik heb een aantal zeer goede vrienden daar. Um, en een van hen, Ken miracle is een fatekeeper van de kyuga indianen waar ik heel veel mee uitgewisseld heb. Um, ja, die heeft een introducerende brief geschreven, eigenlijk voor, uh, voor in mijn boek, en dat staat erin, yeah. uh, waarin hij een verband legt met een aantal tradities vanuit zijn volk, um, um, met, met de, de waarde van mijn werk. In de vorm van, ja, ik moet natuurlijk niet verklappen allemaal, maar. Um, in, de, in de vorm van. Um, het, het belang dat uh, de historie van een. Van, van een familie of een tribe. Um, bewaard blijft. En dat daar op gepaste tijden aandacht aan besteed wordt, mm -hmm. zodat er geen gaten vallen als het ware. Mm -hmm. in die geschiedenis. En. Um, nou ja. Dat is een traditie die zij in die natuurvolken al heel lang hebben. Dat is normaal, want dat houdt de stam, zullen we maar zeggen, mm. gezond. Maar ja, dat is wat ik in mijn werk natuurlijk ook doe. Op het moment dat je met mensen werkt in, in deze sfeer en um, ontdekt dat er, dat er uh, voorouders zijn, opa's of oma's, die nog met allerlei, zoals ik het noem, grafgeheimen ten onder gegaan zijn of, of de kist ingegaan mm. zijn. Dan betekent het ook dat er gaten vallen in de, in de voorlijn, in de energetische verbinding met voorouders. En daar werk ik aan om eigenlijk dat hele, hele systeem weer een nieuw leven in te blazen. Mm -hmm. Nou ja, die overeenkomst die hebben we natuurlijk gezien. En ik ben er super dankbaar voor. Ik vind het echt fantastisch dat, um, uh, dat Ken uh, die bijdrage heeft geleverd aan het boek. Ja. Dus dat, uh, ja, wij, ja. wij kennen natuurlijk die verhalen <coughs> over die boarding schools. Dat daar. Uh, het is een hele enge verhaal. Hè, dat er gewoon. Ja. Nog steeds uh, kinderlijkjes gevonden worden en dat soort Ja, dat is ook weer aardig actueel, hè? Ja, dat, is, dat was onlangs weer in het nieuws. Ja. En jij komt dan daar om. Laat, ja, dat, dat geeft trauma. En want eigenlijk ben jij een soort traumaheler. Of, of, het, het, het is een dubbel verhaal. Het, het, is, het is trauma's helen en het is het verhaal ook van, van uh, familielijnen weer heel maken. Ja. Um. Ja, het is je kunt het zien van die dus die overlap die is er. Het is het, het bijzondere is dat ik bijvoorbeeld heel veel in Duitsland werk, uh, in Spanje, in die reservaten in Canada en in de Nederland natuurlijk. Yeah. En dan zie je dat waar je ook werkt, dat de geschiedenis van de plek van het land. Yeah. En, en, de, en de, 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 de thematiek van de traumatisering, van de historie, dat is onderdrukking, of kerk, of oorlog, of mm -hmm. honger, of vluchten, dat die dus zich steeds vertaalt in, um, in een allerlei pro probleemstellingen in de huidige generaties. Mm -hmm. Het punt is alleen dat heel veel mensen zich dat nauwelijks beseffen. Mm -hmm. En uh, inderdaad dus weer verbinding te maken met die, met die oorspronkelijke geschiedenis en hoe de, de voorouders of soms mensen in vorige levens zelf mm -hmm. die beleefd hebben en onverrichte zaken onvoltooid hebben achtergelaten. Mm -hmm. um, ja, maakt eigenlijk dat er een helingsproces op gang komt waardoor mensen in het nu weer voelen verbonden te zijn met zichzelf en met hun voorouders. Ja, ik ik effe, kan je een soort voorbeeld noemen. Ik weet dat je in Zuid-Duitsland gewerkt hebt, maar dat is natuurlijk... De omgeving van München, dat is de, de bodem geweest, de, 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 waarop Hitler uh, ja, begonnen is in de ja. jaren 20, 30. Was daar zijn, zijn eerste aanhang te vinden. En jij, ik weet dat jij heel veel gewerkt hebt nu met uh, in Duitsland, met, met ja, laten we zeggen, de nazaten van de mensen die in de oorlog fout waren. Wat, 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 wat gebeurt er dan? Wat, hoe, hoe zie je dat dan? Kijk, dus. dus uh... Teruggrijpend op dat boek en je vraag van. Ik heb, um, ik meen in 2011 of zo. een artikel geschreven voor toen Frontier Magazine. Mm -hmm. En dat artikel dat heette Reïncarnatie en de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Dus daarin leg ik een verband met uh, de, de logica van reïncarnatie. Mm -hmm. en de invloed van die Tweede Wereldoorlog. Dat is natuurlijk een heel breed begrip. Overigens is mijn boek ook zo ontstaan. Het is gewoon eigenlijk opgebouwd uit verschillende artikelen. Die ik in de loop van de tijd schreef. En, uh, die, die, en die, die ik ook naar elkaar toe moest schrijven, die artikelen. Mm -hmm. Dus het aan elkaar toeschrijfsel is eigenlijk het boek geworden. Maar uh, ik heb toen reacties gekregen, omdat dat artikel vertaald werd in Duitsland. Of in het Duits. Van mensen. Van opleidingsinstituten uh, die zich bezighouden met, laten we zeggen, alternatieve geneeswijzen. maar dat is ook mm -hmm. homeopathie, acupunctuur, uh, energetische geneeswijzen en dergelijke. Mm -hmm. En toen ben ik daar naartoe gegaan op uitnodiging om een les te geven over vooroudertrauma's. Mm -hmm. Nou, dat vond ik best uitdagend natuurlijk. Zeker omdat je weet precies wat je zegt. Dat, dat in Beieren daar natuurlijk het, het bolwerk is van Nazi-Duitsland. Berchtesgaden, daar zat Adolf mm -hmm. met zijn uh, kornuiten en zo. Mm -hmm. Um, waardoor de deelnemers van die training die ik daar toen gaf, dat waren er toen iets van 25, hmm. niet verrassend allemaal, natuurlijk in ieder geval opa's, soms vaders hadden, die in, uh, in, in het leger hebben ge, uh, gefunctioneerd op allerlei manieren. Nou, die verhalen zijn wel bekend. Maar we hebben daarmee gewerkt en het gaat er natuurlijk om, zeker in mijn werk, om te zorgen dat je in een, een niet-oordeelsfeer terechtkomt. Mm -hmm. En dat, dat, dat gaat me redelijk af. Het is ook niet zo moeilijk op het moment dat je gaat zien dat er veel diepere relaties te vinden zijn tussen die zogenaamde daderrollen. Mm -hmm. Omdat, um, en dat staat ook. Maar dit is altijd een dader-slachtoffer Nou, daar komt het wel op neer. Weet je, ik probeer dat altijd heel genuanceerd uit te leggen, omdat het anders zo zwart-wit geïnterpreteerd kan worden. Zo zwart-wit is het niet, maar laat ik zo zeggen, als ik nou die inderdaad zo'n 15.000 sessies onder ogen neem en dan van die 15.000 uh, sessies er vele honderden uh, zijn geweest die ik deed met mensen die een, een Duitse soldaat waren, een SS'er of of wie dan ook. Dan ontdek je, als je dieper gaat kijken, dat al die rollen die die mensen hebben gespeeld in die periode. voortkomt, in nou, ik denk 70% van de gevallen minstens. uit de loopgravenoorlog. He, dus dat is de oorlog van 1418. De Eerste Wereldoorlog. Van de Eerste Wereldoorlog. Dus wat je daar ziet, is dat er onwijs veel jonge mannen vanaf zelf 17 uh, jaar gerecruiteerd werden en met vol bravoure daar natuurlijk mm -hmm. naartoe zijn gegaan... naar die, naar, naar die gebieden in, in België en Frankrijk en zo. Die daar als, als ratten in de val werden gelokt... en in, onder de meest afschuwelijke omstandigheden... in die loopgraven ten einde mm -hmm. zijn gekomen. Dus je moet je voorstellen dat... dat um, dan, nou gaan we gelijk even de diepte maar dan moet je je voorstellen dat... Wanneer een, 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 een ziel zeg maar, een dergelijk leven leest, ja. omgeven door thematiek, oorlog en geweld en ellende. terwijl ja. die jonge gasten eigenlijk allemaal het liefst bij hun meisje wilden zijn. of die al hadden. Of hun moeder. of bij mama. Ja. Precies. En die ineens van het een in het andere moment. in, in, in zo'n horrorscenario worden gedumpt. Dat dat een gigantische impact heeft op zielsniveau, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Die allerlei geloofssystemen uh, aanmaakt in die personen. En die geloofssystemen. Die Over je... hoe het leven is, overtuigingen. Ja, van, precies. Als je dit doet, dan overkomt je dat. En laat ik me um, zo Juist. aanpassen, anders dan kan ik neergeknald worden. Of... Al die dingen. Ja, die dingen dus. Maar omdat het zich in zo'n korte tijd afspeelt, prenten die geloofssystemen zo diep in. Ik noem dat wel, dat wordt zo ingeëtst op mm -hmm. zielsniveau. En die geloofssystemen die gaan dan vervolgens weer de grond of het programma vormen voor een nieuwe incarnatie. Mm -hmm. En dan zie je natuurlijk op de eerste plaats dat, uh, nou ja, als je gewoon kijkt naar de gemiddelde leeftijd van een Duitse soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. dan, uh, dan kun je uitrekenen dat die jongens allemaal in. ...of net na of misschien net voor de Eerste Wereldoorlog geboren moeten zijn. Mm. Dus dat waren allemaal baby's of hele kleine jochies... Mm. ...die in gezinnen geboren werden, die super getraumatiseerd waren... ...waar heel veel jongens al doodgeschoten waren of, of half kapot terugkwamen. Een enorme uiteenrijting van familiesystemen. Mm. Dus als je in die periode geboren wordt... Dan draag je als jongeman op jonge leeftijd al de behoefte om je opnieuw te verbinden aan een vader of aan een moeder. Maar wel met die onderliggende traumatiek. Dus Adolf, die stond natuurlijk op ergens in de dertiger jaren. En die profileerde zich als de, als, de, als de oervader voor al die gasten. En die vielen natuurlijk een katzwijmer voor hem. En mm. op die manier viel er wel een leger te recruteren. Van super gemotiveerde jongens, ja, want dat waren ze over het algemeen. Maar om terug te komen op die overtuigingen. Als je in een loopgravenoorlog. Als een, als een hondendrol ten onder gaat. Met, met de meest bizarre omstandigheden. dan zijn de geloofsovertuigingen. om een oorlog te winnen. moet je je aansluiten bij het beste leger. Bijvoorbeeld. Of met het leger met de beste wapens. of het best georganiseerd. Of moet je uh, alleen maar strijden. of moet je overal boven staan. en al dat yeah. soort zaken. En zelfs. om gelukkig te worden. ...of om weer thuis te komen bij je meisje en een hmm. gezin te, te stichten... ...heb je een oorlog te winnen. Yeah. Nou ja, dat zijn dus allerlei golven, incarnatiegolven zoals ik die noem... Uh, die, uh, ...die heel veel van die zielen terug hebben gebracht... ...en de Tweede Wereldoorlog ik, hebben bepaald. Ik wil het zo meteen ook hebben over hoe je aan een godsnaam daar een boek voor moest schrijven... ...maar ik wil dan ook even kijken, uh, dit, nou je dit vertelt... Van, ...is dat ook uh, toe te passen op waar we nu in zitten... Inmiddels is die oorlog 50, 60 jaar de, de laatste wereldoorlog geleden. Maar we zitten nu weer in een rare situatie, met ja. wat dan heet de coronacrisis. Uh, kan jij een relatie leggen als het gaat om trauma's uh, ja, in, in deze tijd en wat er daarvoor was? Ja, want mijn boek was eigenlijk een soort af vorig jaar. En toen, uh, toen brak dat coronagedoe uit. Mm -hmm. En uh, ja, mijn boek heet bestaansrecht, dus ja, het is niet zo moeilijk dat hele coronaverhaal. Dat was zo overweldigend dat hier ook het bestaansrecht van heel veel mensen weer in het geding kwam. Mm. En ik uh, toen uh, besloten heb, uh, nou, ook al onder invloed van wat wat mensen om me heen, om er nog een aantal hoofdstuk aan toe te voegen. Hè? Dat was best wel een lastige uitdaging yeah. binnen de context natuurlijk van het boek, um, omdat je ziet dat um, zeg maar de, 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 nou, laten we zeggen de, de, dezelfde technieken um, om een volk um, uh, te bespelen, de, de sentimenten van een volk te bespelen, mm. toegepast worden, nu ook met het coronaverhaal. Als dat, dat gebeurde met onze ouders en voorouders, dat was maar vaak vanuit een kerkelijk systeem. Mm. Of als we het over de oorlog hebben, was, was er superveel propaganda en ja, Het, het, het valt mij in, in jouw boek op, het, het is vooral de invloed van oorlog en de invloed van de kerk. Met name de katholieke kerk, mm -hmm. die traumatisch, uh, traumatiserend gewerkt heeft. Ja. Uh, en dan word je dus in deze tijd, ontstaat die coronacrisis. Wakker dat dus niet opnieuw dat soort trauma's aan? Maar ik ga... Ja, het is sterker nog. Kijk, het, je zou kunnen zeggen... Ik, ik probeer het liefst zo nuchter mogelijk te houden. Maar alle unfinished business. waarmee ik bedoel, dus alles wat je onuitgewerkt bij je draagt. En onuitgewerkt betekent zowel uit je kindertijd. als uit eerdere levens. Mm. Dat al die onuitgewerkte uh, zaken uh, voeding geeft voor nieuwe trauma's. Mm. Dus zodra er zich weer een nieuw scenario afspeelt. zoals nu met corona. wordt alle minuut op onderbewust niveau bij de mensen. Uh, ...worden alle oude, ongewerkte thema's aangeboord. Dus mensen gaan zich positioneren. Hè? Je gaat je tegen verzetten of je gaat je verschuilen... Ja. ...of je gaat je opwerpen of je gaat meestrijden. Dit zijn ticht posities te bedenken. Maar die posities die worden bepaald, die worden aangestuurd... ...genavigeerd kan je zeggen... Ja. Vanuit de trauma's van eerdere levens. Dus ik heb deze, in dit, het afgelopen anderhalf jaar zoveel mensen al in mijn praktijk gehad. die door de corona-omstandigheden mm -hmm. gewoon getriggerd worden. Mm -hmm. vanuit gebeurtenissen die ze zelf meegemaakt hebben. in de, bijvoorbeeld de oorlog of de kerk of van alles. Dus, dus die oude onverwerkte meuk. en daardoor vind ik mijn boek best belangrijk. Yeah. is voeding voor nieuwe uh, trauma's. Ja, want ik, ik, ik weet dat je <coughs> eind november vorig jaar ben je ook zelf spreker geweest op een manifestatie die Frank Rusing had georganiseerd in Leiden. Oh ja, ja. Dus je hebt toen, uh, snap je, je hebt, jij hebt op jouw manier ook je, je standpunt al ingenomen in dit hele verhaal. En ik vond het interessant dat je ermee aankwam dat, uh, ja, we zitten natuurlijk in een tijd waarin vanuit de media en vanuit de, de, de beleidsmakers heel veel angst. Uh, 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 in de, de wereld gebracht wordt. Er wordt wel eens gesproken van een pandemie en van een, een angstvirus in plaats van een coronavirus. Ja. Um, wat, wat doen angsten dan? We, we, we kunnen eigenlijk objectief waarnemen dat er heel veel ja, angst gestrooid wordt. Wat, wat doet dat dan met mensen? Kijk, in grote lijnen kan je zeggen uh, dat angst um, uh, een dissociatieve werking heeft voor een mens in de verbinding met Moeder Aarde, met, met het leven mm. hier op aarde. Dus angst ontkoppelt. Mm -hmm. Dus als je er medisch naar kijkt, dan wordt er adrenaline aangemaakt... en dan komt de verkramping in de mm -hmm. spieren. Je pijnappelklier die reageert natuurlijk op angst. Het is allemaal zo dit. Hè? Mm -hmm. En als die verkramping... Uh, gaat wortel schieten in iemands systeem, hmm. waarmee dus eigenlijk de verbinding met Moeder Aarde uh, op een fundamentele manier uh, begint kwijt te raken, Ja, dan raak je ontvankelijk voor de inwerking van autoriteiten die vertellen hoe het wel zit. Oké, okay. ik vind het interessant dat je het woord Moeder Aarde gebruikt. Dat zijn meestal termen die uh, meer spirituele mensen gebruiken, of mensen die met shamanisme bezig zijn, of laten we zeggen de natuurvolken, de, wat we de Indianen noemen. Ik, ik, ik probeer die link. Ik vind het mooi dat je, dat je het hebt over ja, niet verbonden zijn met moeder aarde. Dat is wat angst doet. Ja, ik kan niet anders praten en denken. Ja. Dat gaat allemaal zo, zo okay. verweven met elkaar. Nee, want kijk, het is grappig. Ik spreek hier ook met iemand die gewoon ooit chef-kok was. Hè? Want je hebt. Herman de Blijker, dat was je overbuurman in het restaurant waar je werkte. En ik weet dat hij ook uh, bij je boekpresentatie gaat komen, maar jij zat niet als in die kringen. Ga nou een heel andere kant op met het verhaal. Ja, ik schakel even met je mee. <laughs> maar dat klopt ja, ik heb een lange tijd in de horeca gewerkt. Ja. En uh, ik was uh, chef-kok van het park, uh, Parkhotel in Rotterdam. Ja. Ja. En Herman uh, is een, uh, gewoon een goede oude vriend van mij. Uh, ja. uh, van, vanuit mijn jonge jaren, eind tienertijd denk ja. ik, begin twintig. En, ja. Op de een of andere manier gingen wij gelijk op. Want ik was chef in een Delthotel in Vlaardingen. En toen was hij chef in een restaurant in Vlaardingen. Ja. Dus we zochten elkaar geregeld ja. op. Ja. Kan we elkaar in de En later in klieren. Rotterdam zat ik ja. in een parkhotel. En hij zat in een restaurant De Engel tegenover mij. Ja. En nou kwamen geregeld clearen bij elkaar in de ja. keuken, zo ja. heette dat. Ja. 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 Maar we hebben altijd contact onderhouden en uh, hij heeft zelfs een hele leuke aanbeveling geschreven voor mijn boek. Dus dat ja. uh, vind ik super gaaf. Nou kunnen twee kanten, want je hebt meerdere leuke aanbevelingen. Maar ik wil eerst even nog weten, hoe komt een, een kok terecht in een tipi, om het zo te zeggen. En vervolgens uh, een, een indianentent. Hè? En vervolgens als, uh, als rekenatietherapeut. Ja, nou kijk, weet je, ik ben natuurlijk heel lang een soort functioneel schizofreen geweest. Hè? Dus dat betekent dat ik ja, je, je enerzijds was als als kind, bezig Je was als kind, was. ook al, dat, dat lees ik in je boek, met... Vond je leuk om uh, van, van, eh, botten en botjes en resten van, uh, van dieren lijken te, te, te vinden en te onderzoeken van vogels en wat je vond? Dus ja, de, de drang om uh, met deze dingen bezig te houden waar ik nu mee bezig ben, en vooral ook de indianen en in het onderzoeken, en een beetje het mystieke en de dood, ja. wat uiteindelijk allemaal voortkomt uit het, uit het verlies van mijn vader toen ik heel jong was. Je vader is heel. Uh, hoe oud was je? Ik nu? was toen drie. Ja. Um, dus dus, dus ik ben gehoord? hem eigenlijk gaan zoeken. Ja. Uh, en ja. dit is eigenlijk uh, de, voortgekomen uit die zoektocht. Maar in elk geval, de, de, de drang naar al die dingen is altijd blijven bestaan. Maar ik heb, laten we maar zeggen, een uitstap gedaan van uh, nou, ruim 18 jaar, horeca. Mm -hmm. uh, waar ik super blij om ben, uh, waarin ik gewoon in een hele dynamische wereld terecht kwam en met koken bezig was. Ik vind het nog steeds prachtig mooi. Mm -hmm. Maar uh, parallel daaraan uh, ja, speelde dit ook al. En uh, Bijzonder genoeg had ik in het hotel waar ik werkte al een praktijkje. Hmm. En uh, deed ik al consulten en sessies. Dus op een gegeven moment is het lichtje aan de ene kant. Nou, Ik wil niet zeggen gedoofd, want ik vind het nog steeds mooi werk. Maar ben ik, heb ik besloten te stoppen met de horeca. Want het, het vereist heel veel. En ja. heb ik uh, daarna uh, toch dit uh, doorgepakt. En ik had dus al een praktijk naast mijn, naast mijn werk als chef Ja. En hoe is dan uh, uiteindelijk. Nou, we moeten we toch naar de kern van dit verhaal. Hoe is dan dat boek ontstaan? Ik, wist dat, ik weet dat je. Uh, voor diverse bladen al diverse artikelen heb geschreven. Ja. Ik weet dat je een goed spreker bent. Ik heb je bij lezingen meegemaakt ook. Nou, dank je wel. Uh, ja, we zijn, in die zin zijn we collega-sprekers, kunnen we zeggen. Maar op een gegeven moment, waar haal je de, het vandaan om een, 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 een behoorlijk dik boek te gaan schrijven? Je hebt er ook een paar jaar over gedaan, geloof ik. Ja, het is uh, eigenlijk gewoon doordat ik zoveel uh, verhalen te horen kreeg in mijn praktijk, gewoon op basis van uh, mijn cliënten. Die uh, tijdens sessies, natuurlijk, vanuit hun, laten we maar zeggen, uh, afstemming met het onbewuste, zoveel interessante informatie geven. Mm -hmm. In eerste instantie uh, met betrekking tot de problemenstellingen waarmee ze zelf komen, dus de mm -hmm. persoonlijke dingen. Maar in tweede instantie, en dat registreer ik natuurlijk als therapeut voortdurend, uh, omdat ze een soort levenswaarheid uh, naar de oppervlakte brengen, die mm -hmm. een soort universeel is. Dus op die manier begonnen zich allerlei grote verhalen af ja, te tekenen. En je hebt het geschiedenisboek, krijg je in Precies, feite. Precies, dat is het eigenlijk. Ja. Het is een levend geschiedenisboek. Ja. En je ziet daar ook gewoon de totale overlap van wat mensen werkelijk in hun hart beroert. Wat waar is en wat niet waar is. Ja, het, het is, is in ondaan, feite niet aan, het aan is mij. Het is van. van kijk, we hebben natuurlijk geschiedenisboeken. En uh, je weet ook, dat, dat zei Churchill ooit: hè, de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Dus we hebben ook een. En, en door, medie, door, door academici. Maar jij hebt een soort geschiedenisverhaal eigenlijk geschreven of laten schrijven door de verhalen van mensen. En die zijn gewoon ja. heel puur. Daar ja, zit... maar dat is uh, om op, op je vorige vraag terug te komen. Dus op een gegeven moment begon ik zoveel verhalen te zien. Ja. En het is belangrijk te benadrukken dat het niet zozeer is, dat het niet zozeer ik ben die tijdens sessies vertelt dat die in elkaar nee. zitten. Nee. Waar ik goed in ben, is scherpe vragen stellen. Ja. Uh, die weerklank moeten vinden in de belevingswereld van iemand zelf. Waardoor ja. ze ervaren dat hun ja. eigen waarheid naar de oppervlakte komt. Hè? Ja. Dus, dus, dus op een gegeven moment begonnen ze allerlei uh, thema's af te schemeren. Ja, je ziet patronen. Dat is ongelooflijk. Uh, en dat spreekt eigenlijk voor zich, maar je moet er toch een tijd doen voordat zich dat plaatje mm -hmm. ontvouwt. Nou, 15.000 ik... sessies is natuurlijk. Typisch... Ja, nou, daar was ik toen nog niet, maar nee. ik heb toen ja. besloten uh, daar uh, artikelen over te schrijven. Want ik denk, jeetje, dit moet naar buiten toe. Mm -hmm. Dus ik heb in de loop van, peri van die periode heb ik vrij veel artikelen geschreven, misschien 13, 14, 15, ik weet niet meer precies. Ja. Voor, voor Spiegelbeeld en voor uh, Frontier. Frontier en nog een paar andere bladen. Ja. En uiteindelijk is het Koen uh, Vermeren geweest, uh, met wie ik uh, altijd een hele fijne, vriendschappelijke contacten heb. Die zei: "Joh, je moet die artikelen bundelen en het moet een boek worden." Mm. Nou, zo is het eigenlijk begonnen. Dus ik denk dat vind ik een goed verhaal. Maar ja, toen kwam ik uh, tegen aan dat al die artikelen natuurlijk soms dezelfde informatie inhouden. Bovendien verandert je schrijfstijl door de jaren heen. Mm. Dus dat zei ik al, ik begon die artikelen aan elkaar te schrijven. En toen kwam ik zo vast te zitten, omdat ik zoveel uh, dingen tegenkwam die me dan toch niet zinden enzovoort. Mm -hmm. Dat het aan elkaar schrijfsel uiteindelijk het boek is geworden. Het aan elkaar schrijfsel? Ja, zo noem ik het maar even. <laughs> maar in feite is het natuurlijk uh, een verslaglegging van die partijen. Nou, uiteindelijk moet je het rubriceren. Je hebt een hele verzameling verhalen in feite ja. van andere mensen. Ja. waar Waaruit een soort patronen blijken. Want wat ik zie, ik heb het manuscript mogen lezen. Uh, ja, het zijn vooral twee verhalen. Het zijn de invloed van oorlog op mensen en de invloed van de kerk. Dat, dat is, daar, daar heb je het ook een beetje in, in die zin in twee stukken ingedeeld. ja um, daar de invloed van voorouders. En, in, en het voorouderverhaal. Ja. En dan, wat mij dan boeit is dat wij in onze westerse cultuur. ...weinig contact hebben of weinig lijn hebben met voorouders. Absoluut. En dat heb je wat bij we dan natuurvolk noemen. Daar is dat juist heel belangrijk ja. om de voorouders te eren en om die lijnen in stand te houden. Zeker. Ja. Dus het lijkt ook een beetje alsof je ook van de jij van de Indianen ook weer leert hoe dat werkt en ja. wat dat doet. Ja, zeker. Dat hebben ze van mij ja. meer dan ik al wist super benadrukt. Ja. En dan klopt precies wat je zegt, want kijk, ik interview natuurlijk mijn cliënten... of, of ik heb een voorgesprek met ja. ze, waarin ik biografische informatie inwin. Ja. Nou ja, als, je, als ik je vertel dat de meeste mensen niet eens weten... hoeveel broers of zussen hun eigen vader of moeder hebben. Ja. Moet je nagaan. Wij weten vaak weinig van onze... Ja, antwoord. dat is echt ongelooflijk. Of ja. Ja. hoe lang vooroordelen of veroordelingen over een bepaalde opa of oma... blijven gedijen in een familiesysteem. Mm -hmm. Dat is echt onwijs. En als je dan energetisch gaat kijken wat dat voor gevolgen heeft... Mm -hmm. dat is helemaal onwijs Daar draait het, ja, het, is door, in het, het in om. Je jij kunt, jij kunt in je huidig lezen niet staan voor wie je bent... zolang opa nog steeds fout was, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Of oma een moffelhoer. Of die of mm -hmm. dat. dat is zoveel. Dus het is onmogelijk om die uh, voorgeschiedenis uit je familiesysteem... weg te zetten in een geïsoleerd traumaveld als het mm. ware. Mm. En hier proberen er wat van te maken. Mm. Dat lijkt een tijdje goed te gaan, maar het is onmogelijk. En dat hebben die indianen natuurlijk uitgelegd. Dat zijn die familiesystemen. Mm. zijn allemaal uh, verbindingen met onze voorouders. Dat zijn allemaal energetische lijnen, zou je kunnen mm. zeggen. En die lijnen, die, die, dat zijn navelstrengen, die dienen door te stromen. Mm. En zolang ze niet doorstromen, loop je hier het mank. Je bedoelt ook dat het... Ook door via DNA uh, niet alleen. 100%? Laten we zeggen fysiek. Uh, informatie wordt doorgegeven hè, over je lichaam. Dus dat je de, dezelfde kleur ogen als je ouders hebt. Ja. Maar ook emotio emotionele patronen. 100%. Nou ja, sterker nog, je DNA wordt in, in, in de opbouw, in de codering. voor het overgrote deel bepaald door wat voorouders hebben meegemaakt. Mm -hmm. Dus als, als een opa of een oma, ik zeg maar wat. een leven hebben gehad waarin onderdrukking. Of niet bij jezelf kunnen mm. zijn, of honger of fysieke aangelegenheden um, uh, een grote rol hebben gespeeld, dan vormt zich dat in het DNA. Mm. En zodra jij incarneert in zo'n familiesysteem, dan pik je die specifieke thema's op. Niet zozeer omdat je dat zo leuk vindt, maar omdat het natuurlijk een biologisch, dynamisch, spiritueel proces is, als het ware, die steeds heel woord inzoekt. Yeah. Dus opa kan niet in een veroordeling in zijn kist terechtgekomen zijn en dan is de kous af. Nee. Er gaat ja. gewoon iets gebeuren ja. in een cyclus van, laten we het maar reïncarnatie noemen. Waardoor dat wat opa uh, niet heeft kunnen oplossen, weer een herkantie krijgt in een nieuwe generatie. Maar zolang het niet uh, uh, herkend wordt, hè, als er geen referentie is aan wat de oorzaak-gevolg is, hmm. dan lijkt uh, de nieuwe generatie met een op zichzelf staand probleem te staan. En dat ja. is helemaal niet zo. Dat is een echo van wat opa heeft nagelaten. Dus jij denkt dat het ook belangrijk is om, om, ja, om dat te helen, om dat te voorkomen. Ja. Omdat anders um, ja, trauma's eindeloos worden doorgegeven. Ja. En bijvoorbeeld bij wat nu aan de hand is dat er weer veel angst eh, heerst, dan komen al die trauma's weer naar boven. Ja, sterk, Dus dat is, dat is ook van: kijk, weet je, ik, ik wil mijn verhaal niet zozeer onder, onder de complothoek zetten. Uiteindelijk is het gewoon een verslaglegging van mijn therapeutische ervaring. Ja. Waarin de ervaringen van de mensen bepalen wat, wat in het Ja, Het valt echt. gewoon op de, hoe de, hoe de, dat we de invloed wat van oorlogen en van de kerk, dat we dat kennelijk zwaar onderschatten. Ja. Want het, het valt gewoon op dat, het, laten die cliënten zelf zien, dat, dat daar de grootste trauma's ontstaan. Ja, en als je het zwart wild wil bekijken vanuit, laten we maar zeggen, een onderdrukkend systeem, de, ja. de, de machtselite, hoe je ja. het wil noemen. Ja, ja die, die invloed, die vaart er wel bij. Ja. Zolang onze familiesystemen uh, nou, een beetje krakken, vibreren. Um, normaal gesproken, hele systemen zichzelf. Hè? Dus we mm -hmm. hebben een zelfgenezend systeem dat ervoor zorgt, zoals de indianen ook vertellen: hè? Dat, dat neemt zeven generaties in beslag op het moment dat de inwerking van een oorlog, wat dan ook, echt heel diep heeft gezeten. Maar uiteindelijk lost het zelfgenezend systeem alle traumatisering mm -hmm. op. Dat betekent dat. Die elite, hoe je die gast ook wil noemen. Mm. steeds zout in de wonden moet gooien. Mm. om te zorgen dat die, dat die energetische verwondingen blijven bestaan. En zolang ze blijven bestaan, dat zei ik al. Uh, is het voor hun makkelijker om invloed uit te oefenen. geven wij in feite onze autoriteit of autonomie uit handen. Mm. Dus zij zijn zich ervan bewust. ik noem dat bewuste trauma-inductie. dat mm. het voor hun programma onwijs belangrijk is. dat wij in een voortdurende. Onwetendheid over de onderliggende fysieke en emotionele en spirituele traumatisering blijven zitten. En ook uh, waarschijnlijk niet mogen weten wat er zich achter de schermen bij de elite Liefen afspeelt. Niet? Nee. Bij wat ze dan soms de Vandaar dat als wij klachten hebben, van welke aard dan ook, wij over het algemeen in een regulier werkveld terechtkomen. Die geven ons oplossingen, zo, zogenaamd niet allemaal, maar. Hmm. En die oplossingen die, die onderhouden in feite de traumatiek onder oppervlakte. Ja, maar het is natuurlijk opvallend dat. Jouw werk in feite uh, behoort tot de alternatieve geneeskunst. Ja, dat heet alternatief. Ja. Terwijl, Op terwijl wat rekening. mij vooral opvalt in, in jouw boek, of, of je nou wel of niet in rekenatie gelooft. Hoe ongelooflijk veel resultaat jij boekt. Ook bij mensen met fysieke klachten, tot en met huidklachten, hartklachten, whatever. Ja. En met name chronische klachten. Uh, daar, daar lijkt jouw werk heel goed uh, bij te werken. Ja, uh, omdat kennelijk. Hoe, hoe kan dat? Nou ja, het is nogmaals uh, van... Um, als je, ik weet niet of ik het simpel uit kan leggen, maar... We hadden het, toen we net begonnen te praten, over dissociatie. Dus op het moment dat iemand ja. een trauma meemaakt, van welke aard dan ook... dan dissocieert iemand. En dan houdt dissociatie in dat je in feite... Dat je ziel, ik zal die term dan toch maar noemen, die je ziel zich in feite losmaakt. Ja, de ziel is niet wetenschappelijk hè? Nee, maar ja, dat is natuurlijk ook functioneel. Ik ga er wel vanuit. Dus de ziel ja. die maakt zich los van zijn fysieke lichaam. Dat gebeurt op het moment dat jij met een hamer op je duim slaat en het doet heel erg pijn. Ja. Dan onttrek je in feite je, je energie uit die duim, omdat ja. je anders de totale omvang van je pijn gaat voeren. Juist. Nou, dan is dat het redelijk onschuldig, behalve als je heel hard slaat. Ja. Maar op het moment dat trauma's echt diep inwerken... dan uh, dissocieer je dus van de fysieke werkelijkheid. En die dissociatie... Je ja, slaat het ergens op, je bewaart het in een doosje. Het is een ontkoppeling. Ja. En uiteindelijk gaat die dissociatie zich tonen in de vorming van het DNA. Hmm. Door defecte genomen, zoals dat heet. Ja. Dus het defect van een genoom, dus een soort verstoring in, in mm -hmm. het beeld mm -hmm. van het mm -hmm. DNA houdt dus eigenlijk in dat daarin de dissociatie zichtbaar is. Hè? Dus het defect is de ontkoppeling eigenlijk van een bepaalde ervaring. Nou, op die manier ontstaan tendensen uh, in DNA-structuren, in familie-DNA-structuren. Familie -DNA mm -hmm. Maar die tendensen die zijn niet willekeurig, die zijn ontstaan door allerlei levenservaringen... Mm -hmm. onderdrukking, uh, honger, vlucht, onveiligheid... Fysieke ellende, veel misbruik, al dat gedoe meer. Dat toont zich vanuit voorouderlijke generatie allemaal in DNA-structuren. Mm. Dus om op je vraag terug te komen. Zodra er in een sessie verbinding wordt gemaakt met de oorspronkelijke pijn. Mm. die de dissociatie mm. uiteindelijk tot gevolg had. dan betekent het dat het maken van die verbinding weer een associatieve werking heeft. Ja. Dus dat wat je dan toen wegtrok, als het ware, gaat zich nu weer verbinden. Dus en het dus, blijkt wel dus. zo te zijn dat dat DNA dat dat DNA's zich herschikt, en dat mensen dat merken doordat ze zeggen: hé, hey, ik voel niet meer die pijn, of ik sta er anders in. Of ik kijk anders naar het leven of naar mezelf. Naar dus je durft opnieuw weer met een hamer een spijker in een stuk hout te slaan. Nou, het is zonder dat beetje... je daar associatie hebt. Als je gaat... daar nog een thema mee uit te staan, het is uiteindelijk de <laughs> bedoeling dat je dan denkt van, nou, ik moet misschien beter opletten als ik met een hamer bezig ja, ben. Ja, whatever. Maar ik dan... laat me te snel afleiden. Ja, maar de, de emotie neemt het niet meer... De, de lading van die emotie neemt het niet meer over. Jij bent weer de Precies. baas daarover. Daar komt het. Het door. gaat over de, de baas worden over je eigen leven in feite. Je autonom, autonomie terugvorderen. Want anders word je geleefd door programma's die al dan niet worden aangejaagd door een elite die daar, mag, die daar baat bij heeft. Ja, om controle ja die worden wel aangejaagd die programma's, ja. dat weten we allemaal, maar dat is, uh, ja. Om het, ik wil het een beetje afronden en terug naar het boek. Ik, ik vind het knap, hoe, hoe heb jij Marcel Messing zo gek gekregen om een mooi voorwoord? Dat is een prachtig <laughs> voorwoord, wat die, hij is heel lovend over je. Uh, er zijn meer mensen lovend over je, ook de indianen zijn heel lovend over je. Uh, die mag je, ja, in je zak steken. Uh, maar hoe, wat heeft Marcel Messing met dit verhaal te maken? Maar zo'n Messing, dat, 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 dat is een al inmiddels oudere man. Wij kennen hem allebei en we kennen zijn werk. En het is ja, een mysticus, een kataar, hoe zullen we hem noemen? Een filosoof, filosoof. een veelweter. Ja, hè? Een, een wijze man, een oermentor. Ja. Uh, nou, iemand die, uh, meer dan ik uh, kan begrijpen, zoveel informatie heeft gewonnen, ingewonnen in zijn en leven. Die, die, en heel die, veel al dingen al, bij elkaar bij te brengen. Misschien al twintig jaar Terug, nee, voor 2012 al het boek schreef Worden wij wakker en ons al waarschuwden ja. voordat we allemaal cyborgs zouden kunnen gaan worden en over het hele controlesysteem ja, wat zich ont ontrolt nu. Ja, dat boekje is ook net opnieuw uitgebracht ja, door Koen Vermeer, weet ik. Ja, en ja. Uh, ja, dat is natuurlijk een uh, profetievol boekje dat het boekje is Maar uit wat heeft Marcel met jouw boek te maken? Wel even. Nou, kijk, okay, Marcel en ik hebben elkaar ontmoet uh, een jaar of zeven geleden. Laat ik zeggen live, want ik ben wel eerder bij uh, lezingen en zo van hem geweest. Dan hebben we elkaar al eens gezien. Maar op de een of andere manier hadden wij een alle minuten zile klik. Hmm. Dat, uh, dat, dat heb je soms met mensen. Dan voel je dat. En Marcel is redelijk selectief, want die heeft natuurlijk veel belangstelling doordat we die allemaal uitbreiden. Nee, ik enzovoort. weet dat je ook iets met Qatar hebt. En ik weet dat Marcel iets met die Qatar heeft. Heeft het daar ook mee te maken? Nou, kijk, ik denk zoals hij het zegt dat, uh, dat zijn die... verbinding met de Qatar. Uh, ...overeenkomt met mijn verbinding met de natuurvolk, of laat ik ah, zeggen met okay. de indianen. Ja. En wij hebben elkaar ontmoet en op de een of andere manier is daar een ontzettende diepe vriendschap uit voortgekomen. En we spreken elkaar geheel geregeld en hij kent mijn werk. En uh, nou ja, zo. Ik ben verschillende keren bij hem geweest en... ...we bellen vaak en hij is erg supportief, dus en, ik voel en, me zeer vereerd. heeft een belangrijk iemand uit de homeopathie, dus Ewald Stuttler... Te maken met je boek, want die heeft ook een voorwoord geschreven. Ewald heeft een, het een nawoord geschreven, maar ja, ik weet niet, ik ben zelf altijd erg fan van homeopathie geweest, van jongs af aan al. Ik, als, het, als ik niet deze hoek in gegaan was, dan zou ik zomaar die kant op gegaan ja, zijn. Okay. Ik ben bij Ewald terechtgekomen voor mezelf en daar is een, een vriendschap uit voortgekomen. We filosoferen we ons helemaal suf. Uh, over over uh, allerlei vraagstukken die, die raakvlakken hebben met wat ik doe en wat hij doet. Hmm. En dat is super vruchtbaar. Iedere keer als ik bij hem geweest ben, bespreken ze nu en dan af. Dan, dan bruis ik helemaal van de inspiratie. Um, omdat uh, homeopathie in feite ook um, uh, zeg maar, um, een appel doet op, op, op allerlei zaken in iemand die um, onder de oppervlakte terecht zijn gekomen. Dus op het moment dat jij een homeopathisch middel krijgt... en het is goed geschoten, zullen we maar zeggen... Mm -hmm. hè? dus het goed middel is... Dan, dan gaat het middel ook... gebieden aanwakkeren... die onderdrukt zijn geweest... met de bedoeling om een helingsproces in te zetten. Mm -hmm. En dat is super letterlijk, is dat. Hè? Zo hebben wij... Um, ja, moet ik dat verraden? Ik zal het een beetje verraden. Ontdekt dat bijvoorbeeld... Um, fosforbommen... in de Eerste Wereldoorlog... Mm -hmm. Uh, die werden gebruikt. Mm -hmm. hè? Gas, gasbommen, mosterdgas en zo. Mm -hmm. Dat de huidklachten daar allemaal uit voortkwamen. Dus al die, mm -hmm. in, die soldaatjes die in die tijd. Uh, uh, nou ja, daaraan ten onder gingen. Mm -hmm. die sterven met een brandend lichaam, zou je kunnen zeggen. Yeah. Hè? En dan krijg je een inwerking en een overtuiging. zolang ik mijn lichaam voel branden. leef ik nog. Ja. Yeah. Dus dat betekent dat in een nieuwe incarnatie. Uh, een vorm van brandgevoel in de vorm van meestal huidklachten, eczeem of psoriasis mm. of ik weet het mm. niet allemaal. in feite de verbinding nog onderhoudt met een voorgaand leven. Mm. Maar goed, daar had ik het met Ewald over onder andere. En die zei: Van dat is interessant. Want op het moment dat wij in de homeopathie te maken krijgen met huidklachten. dan zijn de eerste middelen die daar dan uh, voor uh, ter overweging uh, komen uh, fosforicum. Mm. Dus dat is van fosfor gemaakt. Dus dat vind ik waanzinnig fascinerend. Hè? Dus dat betekent dat het mes aan twee kanten kan snijden... op het mm -hmm. moment dat je een concreet verhaal naar de oppervlakte kunt brengen... en dat kunt verwerken. En het fosforieke middel van de homeopathie... daar nog eens een extra boost geeft, of andersom. Dan weten wij inmiddels dat dat werkt. En, home, en, en Ewald is uh, de grootmeester van de homeopathie. Hij heeft de hele Samuel Haneman uh, 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 boek heeft hij herschreven. Mm -hmm. ik, ik zou me niet verbazen als hij het zelf geweest is ooit... <laughs> mm -hmm. um, en hij is zo ongelooflijk goed en zo breed georiënteerd. Je zou hem mm. ook hier aan tafel moeten hebben. Hier. Ja, hij staat op het lijstje. Ja, fantastisch. We, dus, mogen, uh, we mogen alleen schrijvers uitnodigen, maar hij heeft ook geschreven. Hij heeft dus. zeker geschreven. Dus nou ja, um, dat is ook een inspirerend ja. persoon. Dus ik uh, ben blij dat hij die toevoeging. Maar heeft. ik vind het leuk dat, je, dat jullie in die zin complementair ja, zijn, terwijl homiopathie aan zich, homiopathie. Uh, dat wordt complementaire geneeskunde genoemd uh, als iets wat tegenover de reguliere geneeskunde staat. Want jullie zijn alle twee natuurlijk op een alternatieve wijze bezig. Hè? Want het is... Ik zie dat jullie gewoon resultaten hebben. Ik, zie, ik ken het dan van jou ook vooral. Dat kan je heel erg in het boek uh, teruglezen. Ja. We gaan het een beetje afronden. Um, wat, wat, wat zou maken dat mensen dit boek uh, mogen aanschaffen? Wat, wat, wat kan je er wijzer van worden? Nou... Oeh, dat is een mooie vraag. Um, weet je, ik, ik, er zijn verschillende mensen die het gelezen hebben. En van al die mensen die het gelezen hebben, die zijn allemaal in beroering geraakt zelf. Omdat yeah. het is niet mogelijk om het te lezen en geen associaties te hebben met jezelf in yeah. verbinding tot je voorouders. Yeah. Dus in die zin is het een heel energetisch boek. Yeah. Uh, het raakt je gewoon, het zet processen in werking, het heeft, um, uh, nou ik wil er bescheiden over zijn, maar het heeft gewoon een, een helend effect vanuit de herkenning die je hebt yeah. in jezelf. En er zit heel veel uh, respect en eerbetoon naar je eigen voorouders uh, in. Dus als jij het leest en het opent stukken in jezelf, dan gaan hun ook allemaal mee trillen, zullen we maar zeggen. Yeah. En in die zin hoop ik dat het een olievlek effect heeft. Want Uiteindelijk is het geschreven vanuit heel veel uh, cliënten die in de diepste belevingen terechtkwamen met al hun tranen en pijn en uiteindelijk lach en geluk. Dat, uh, nou, dat gaat als een rode draad er doorheen. Dus. Ja, ik ben heel blij dat jij ook over veel humor beschikt. Dat je sappig kan schrijven, want het, het, het boek lees lekker omdat jij inderdaad ook nog ja, lekker kunt schrijven. Dat scheelt ook altijd. Um, ja, verder, ja, je wordt uiteindelijk, er zit altijd een, een verhaal bij, wat mij, ik heb het, mogen, het manuscript mogen lezen, er zitten toch altijd weer een paar verhalen bij die je dan echt raken, omdat je ze herkent, die, die echt emotioneert. Ja, je moet echt je best doen om het je niet te laten raken. Ja. <laughs> dus en, en dat werkt op zich al, al heilzaam, vind ik. Uh, op het moment dat de tranen lopen, dan begint er meer te lopen, zo, zo zie ik dat. Uh, er zit verder veel wijsheid en kennis en informatie, zit er ook in. Uh, maar het is vooral, denk ik, een, een, een mooi boek om. Uh, hoe zeg je dat? Je hebt de cliënten zelf laten vertellen en dat heb jij in ze naar boven gebracht. En vervolgens heb je met dit boek het ook nog een soort ordening gegeven en eigenlijk het grote plaatje. Want dat is het. Uiteindelijk, als je het boek dichtklapt, dan, heb je, dan krijg je toch wel een beeld van wat er in de wereld aan de hand is waardoor trauma's überhaupt uh, ontstaan. En wat we eraan kunnen doen in feite. Want het is eigenlijk dit is één grote ja, schreeuw om verbinding. Want ja, dat je zegt het een... heel mooi, vind ik. Want ja. dat is ook dat, wat ik beoog. Kijk, ik vind het natuurlijk zelf leuk als auteur als het goed verkocht wordt en het succes heeft. Maar daaronder zit nog een veel diepere drive. En dat is gewoon omdat ik zoveel van die verhalen gehoord heb. Dat moet de wereld gewoon in. Dat moet weerklank vinden. Ja, dit, dit gaat over verbinden weer met de aarde, met jezelf, met je familie, Precies. met je ja, met, hoogverwanten. Eigenlijk, want we worden allemaal uit elkaar getrokken en tegen elkaar uitgespeeld, terwijl we gewoon één zijn in feite. Het is precies uh, zoals je zegt, ik, ik ben zelf van mening dat we in deze rare tijden um, onze pijlen heel erg richten op wat er om ons heen gebeurt. Mm. Hè? Dus dat is ook belangrijk natuurlijk. Maar dit boek draagt een heel hoog gehalte, Verbeter de Wereld, Begin bij Jezelf. En daar sluit ik ook eigenlijk mee af in het boek ook. Van, van het is wel heel fijn, ja. ook een uitdaging. Ja. Als je uh, een bijdrage wil leveren aan de kentering die er nu gaande is en ook nodig is. Probeer dan te kijken of je, of je in je eigen familiesysteem in jezelf verbindingen kunt herstellen die verbroken zijn. Want als die niet herstellen, dan ben je voer mm. voor deze mm. rotzooi. En dat is fijn, want dan kun je praktisch mee aan de gang gaan. Dat kan zelf zijn dat je even een, een broer of zus of je moeder een keertje extra belt. Uh, of een Precies. oude vriend. Ja, of, of dat je een bepaald inzicht krijgt over je vader. die je nooit eerder mm. tot je hebt laten doordringen. Mm. ook al is de man bijvoorbeeld dood. of, of een opa, wie dan ook. Mm. Doordat dat inzicht valt, ga je gelijk energetisch een herstelproces je, in. Je, je mag jouw vader dan in die zin achteraf dankbaar zijn. dat hij op voor jou zo, zulke jonge leeftijd stierf. Dat ben ik maar, ook. Want daardoor kon jij. Ja, dat, uh, dat zeg je mooi. Moest je dit verhaal gaan? Of de, mocht je dit verhaal ja. gaan, dat is jouw hele wordingsproces geweest. Als dat niet gebeurd was, had ja. dit boek er waarschijnlijk niet gelegen. Ja, precies. Want de titel spreekt voor zich. Hè. En zo kan je alles. Alle trauma uiteindelijk weer gebruiken voor heelwording, dat je weer ja. reverse kan omdraaien Je dezelfde. hebt een, soms een onwijs ja. diepe aanleiding nodig om een bepaalde pad ja. in te slaan en dit is de mijne geweest. En we zitten wat dat betreft nu in interessante tijden denk ik, ik ga het een beetje afsluiten, ja. waarin heel veel uh, ja, door de crisis waarin we nu zitten naar boven komt. En waarin het denk belangrijk is om uh, de heel meeste rest of meester in jezelf te vinden, al dan niet met hulp, uh, van een goede therapeut. Um, mensen, ik kan het boek aanbevelen. Ik heb het manuscript gelezen. Het is al bestelbaar. Hoewel uh, het pas op 4 september, geloof ik. 3 september is de boekpresentatie. Het is bestelbaar ja. via mijn website. Ja, het is te bestellen via de website van Maarten Overzier. Maarten, dankjewel. Heel graag gedaan. En uh, jullie, lieve kijkers, ook hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.